Beste kijkers, goed dat jullie weer kijken. We zijn vandaag op het Amara Hotel. We hebben heerlijk gegeten. Lamskoteletjes met groenten. Echt een aanradertje. En we gaan zo meteen naar de film. Dus we gaan naar Venom. Ik ben heel benieuwd hoe die film is. Want ik ben een groot fan van al die Marvel films. En deze belooft ook heel wat goeds, heb ik gelezen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar voordat we gaan, een outfitje van vanavond. Het is natuurlijk koud buiten, dus ik heb een jas aan van Suit Supply. Het is een navy blue. En we hebben een 2,5 knoops. Ik zal het even laten zien. Er zit hier een derde knoop op het revers. Dat geeft het revers even net wat meer bolling. Dus wat meer, dat het gewoon wat meer volume heeft. Het is iets mooier dan zeg maar dat het helemaal plat is, vind ik dan. We hebben op de jas kissing buttons, open trenches, de knoopsgaatjes kunnen open. Ja, het is 100% wol uiteraard, want we willen geen plastic. De onderdraag heb ik een ProFomo shirt, even wit, ook altijd goed natuurlijk. Suit Supply das. De jas is overigens ook van Suit Supply, ik weet niet of ik dat al gezegd had. Broek, Suit Supply. De onderdraag heb ik OG lovers. Ja, Tessel lovers met de kwastjes. Maakt altijd een beetje wat meer een elegantere uitstraling, vind ik, dan de andere lovers hebben, dan de penny lover bijvoorbeeld. Nou, als details, accessoires, een Omega horloge, gouden ring. Wat ik trouwens ook wil benoemen, is de soft shoulder van deze jas. Er zit helemaal geen schoudervulling in die jas. Dus dat volgt je natuurlijke schouder. Geen padding, geen roline, geen wattering. Als het er wel in zit, dan maakt dat die schouder heel lomp. Beetje robuust. Nu heeft hij een mooie elegante schouder, volgt je eigen schouder zeg maar. Dus dat geeft die jas een veel elegantere uitstraling. En dat gaf mij ook dan meteen weer die doorslaggevende factor om die jas te gaan kopen. Want als ik een jas zie met heel veel vulling, ja weet je, dat zet me aan het twijfelen, dat is niet mooi. Heel af en toe dan koop ik dan wel van jas, omdat je bijvoorbeeld echt die kleur hartstikke mooi vindt. En als het dan niet al te duur is, koop je het gewoon. Maar goed, als je echt een kwaliteitsjas zoekt, dan wil je geen schoudervulling. Een ander klein detail, maar wel heel belangrijk. Ik draag een riem van Bos. Ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met Bos, het merk Bos. Maar zoals je ziet, die kleur van de riem, die komt overeen met de kleur van de schoen. En dat zijn toch wel de details, zeg maar, die maken of breken. Probeer dus altijd je riem te matchen met je schoenkleur. Dus de riemkleur, de schoenkleur matchen. Het hoeft niet exact hetzelfde te zijn. We gaan bijvoorbeeld niet een zwarte riem dragen met bruine schoenen. Doe dan gewoon een bruine riem met bruine schoenen en een zwarte riem bij zwarte schoenen. Tip van de dag. De tijd begint alweer te dringen, jongens. Dus we moeten opschieten. De film begint al bijna. We hebben nog ongeveer een kwartier om er te komen. Gaat wel lukken. Maar vonden jullie deze video leerzaam, informatief en leuk? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En als je meer wilt zien, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Want er gaan nog veel meer video's komen. Dus tot de volgende video.